Bij James Bond Nederland werken we met een enthousiaste groep redacteuren. En we zijn op zoek naar een nieuwe, dus misschien is dit wel wat voor jou. Bij James Bond Nederland zoeken we altijd naar het laatste James Bond nieuws. Zowel in boekvorm als in filmvorm. Rond geestelijk vader Ian Fleming. Maar ook special projects, exposities. Zoals bijvoorbeeld de Bond Emotion in Brussel. Maar ook interviews en verdiepende artikelen. Gosse, jij bent bezig met een mooi artikel, hè? Kan jij een beetje uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Ik ben nu bezig met het artikel voor de vacature. Dat is natuurlijk redelijk logisch. Dat gaat over de vacature. Maar stel je voor, er komt een artikel binnen of er komt nieuws binnen over Barbara Broccoli. Dan zoek ik op, waar gaat het over? Waar komt het vandaan? En wat moet er verteld worden? Wat is er interessant voor de lezer en wat is er niet interessant? Ja, en hoe gaat het dan in zijn werk dat maken van zo'n artikel? Waar werken wij mee? Wij werken met WordPress. Eigenlijk iedereen die ervaring heeft met internet, die kent waarschijnlijk de naam WordPress wel. En het is een hele makkelijke editor. En je kan daarin bijvoorbeeld foto's plaatsen, je kan er video's in embedden en je kan heel makkelijk tekst in typen. En vanuit daar plaatsen wij onze artikelen en publiceren ze. En wat kunnen wij onze redacteuren gaan bieden? Wat we onder andere bieden zijn hele gave uitjes, zoals bijvoorbeeld naar Bond Emotion, Jorrit noemde het net al even. Maar we gaan bijvoorbeeld ook een paar keer per jaar naar Londen toe. En we rijden soms in Bond-auto's rond, zowel officiële auto's als auto's die door fans zijn nagemaakt. Of, we gaan naar locaties toe, locatiescouting. Als ik me niet vergis, zijn jullie ooit naar, wat was dat, Praag geweest voor Praag Casino Royale? Praag voor Casino Royale, dat is een paar jaar geleden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook geweest bij de Shieldhorn. Dat is Peace Gloria uit All American Secret Service, waar we een uitgebreide... rondleiding hebben gehad van de president al daar. En die was ook een groot Bond-fan, dus dat maakte het een stukje leuker. Maar inderdaad, wat je zegt, die special projects, daar moeten we eigenlijk even bij stilstaan. Nou, laten we ook nog eens even kijken naar die beelden uit Praag. Welkom in Montenegro, waar James Bond en Vespa Lind net per trein zijn aangekomen. En ze worden zometeen gebracht naar Hotel Splendid, iets verderop, waar natuurlijk ook het Casino Royale ligt. Dit is Grand Hotel Poep en dat dubbelt in de film als Hotel Splendid in Montenegro. Ja, en hier gaan Bond en Vespa zich bij de receptie melden. Ook dat zag er weer fantastisch uit. Dat is echt, dat vind ik verschrikkelijk leuk om te doen. Die locaties bekijken, maar ook de hele voorbereiding daar naartoe. Ja, en dan daar naartoe en dat verhaal vertellen over wat daar zich heeft afgespeeld. Mijn grote passie is ook James Bond auto's. Zo waren wij een aantal jaren geleden te gast bij Galerie Aaldring. En daar reden we in een wel heel bijzondere James Bond auto. Kijk even mee. Dit is dus de Aston Martin DB5, de auto van James Bond, ook al beter bekend als de most famous car in the world. Ja, in Goldfinger krijgt James Bond de sleutels van deze prachtige wagen en gaat hij mee op missie naar Zwitserland om achter te komen wat Goldfinger eigenlijk van plan is. In Thunderball ontsnapt hij ermee vanaf een château in Frankrijk. Dan duurt het een tijd voordat we de Aston Martin DB5 weer zien. Met die Aston Martin van Goldfinger, daar was wat bijzonders mee aan de hand. Aston Martin hadden eigenlijk niet zoveel vertrouwen in een James Bond productie die een DB5 van hun wilde gebruiken. Nou ja, de auto werd voor de film volledig voorzien van gadgets. Die kennen we allemaal, zoals de draaiende nummerplaten, het smokescreen. Met kogelscherm, et cetera. Maar na de productie moest die auto weer terug naar Aston Martin. Ja, het klinkt heel vreemd, maar Aston die wilde hem graag weer terug hebben. De gadgets werden weer uitgebouwd en de auto die werd bij Aston gestald. Hey Gosse, zijn er nog een aantal dingen waarvan je zegt dat moet ik echt even noemen zo rond James Bond Nederland? Ja, het is belangrijk dat je affiniteit hebt met James Bond. Je weet wie de sleutelfiguren zijn, je weet wie de acteurs zijn, je weet wat er gebeurt in de wereld van James Bond. Je vindt het leuk om op onderzoek uit te gaan, dus je vindt het leuk om achtergrondverhalen op te zoeken.
of je erin te verdiepen en er meer te weten over te komen. Een recent voorbeeld daarvan is het artikel over het horloge van Ian Fleming of recenter de Bentleys van Bond. Je schrijft er graag over en je vindt het leuk om dat in teamverband om eraan te werken. Het is fijn als je een vlotte pen hebt en een neus voor nieuwswaardige Bond-verhalen. En zoeken wij een actieve nieuwsredacteur of iemand die zo af en toe eens wat plaatst? Nee, we zoeken wel een actievere nieuwsredacteur. Momenteel zijn Jorrit Corneel en ik dat vooral. En het is fijn als je daar ook aan bij kan dragen. Vooral nu er waarschijnlijk een nieuwe Bond-acteur aankomt en een nieuwe film gaat beginnen. Zal het een drukke periode worden. Dus daarbij is elke ondersteuning van harte welkom. Dus wat moeten ze eigenlijk doen? Wat moet je nou doen als je bij ons wil gaan schrijven? Nou, stuur even een mailtje naar jorrit.vandervalk@jamesbond.nl. En wie weet, ben jij wel onze nieuwe redacteur. Good luck.